Bij Smart Industry gaat het om het besef dat jouw bedrijf moet veranderen om de aansluiting op de markt niet te verliezen. Je zult gaan ontdekken hoe je in actie moet komen. En daarbij kom je de mens, de techniek, de digitalisering en het internet tegen. Smart Industry strekt zich uit over verschillende sectoren. Het vereist dat je je businessplan innoveert. In dit Smart Café gaan we het hebben over de rol van techniek bij Smart Industry. Hartelijk welkom in ons Smart Café vanuit Area 055 in Apeldoorn. De cleantech hotspot waar bedrijven in deze regio samenwerken op het gebied van onderwijs, technische innovaties en arbeidsparticipatie. In dit programma praten we met ondernemers uit deze regio over Smart Industry. Meer en meer worden machines en apparaten uitgerust met sensoren, software en kunnen ze onderling communiceren. Of met de gebruiker of met het internet. Het thema van dit Smart Café is dan ook connectiviteit. Aan tafel bij mij Herman Halli, directeur van Datapros Nijbroek. Hartelijk welkom, Herman. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Datapros Nijbroek ontwikkelt en produceert slimme elektronica voor voertuigen. En in de volgende film stellen we het bedrijf graag nader aan u voor. Datapros bestaat ongeveer 35 jaar en we ontwikkelen elektronica voor voertuigen. Dat kunnen schokbrekers zijn voor sneeuwscooters, maar het kan ook een opraapwagen zijn in de landbouw of zelfs vloerverwarming. We ontwikkelen uitsluitend maatwerk, dus dat betekent dat we ieder product maar aan één klant verkopen. En hoe ingewikkelder het is, hoe leuker we het vinden. En het is vaak is er sprake van co-development. Dus wij ontwikkelen de elektronica, de klant doet zijn machine of wat het dan ook maar is. Wat je over het algemeen ziet is bij al onze klanten, de elektronica speelt een steeds grotere rol. Dus dat betekent dat wij een steeds belangrijker deel van de innovatie van onze klant uitmaken. Al onze klanten zijn werktuigbouwers. Nou, dat zijn mensen die heel erg verstand hebben van stukken staal en kogelagers en wat, en wat iets meer zijn. Wij leveren daar bij voorkeur het hele stuk elektronica aan toe. Nou, daar komt steeds meer waarde in te zitten en dat bepaalt steeds meer het gedrag van de machine. Het is eigenlijk altijd besturingselektronica, er hangt vaak hydrauliek aan, maar niet altijd. En tegenwoordig komt er heel vaak een verbinding met het internet mee. En dan kun je dus op afstand machines gaan besturen. En of op afstand informatie uit machines halen. We ontwikkelen en we leveren het product ook. Dus we zijn een ontwikkelbedrijf, maar wij produceren het ook. Filosofie daarachter is dat omdat wij het ook produceren, weten we hoe het bij de klant gebruikt wordt. We weten of het heel blijft of het niet heel blijft. We weten welke componenten uit de roulatie gaan en welke componenten dat niet doen. Dus daarom vind ik het heel essentieel om niet alleen het stuk te ontwikkelen, maar ook het product te maken. Daar worden wij ontwikkelaars beter van. Ik heb meerdere klanten. Vaak zijn dat compleet branchevreemden van elkaar. Ik heb bijvoorbeeld in ondergrondse vuilcontainers zit al een hele tijd Smart Industry, Connectivity. In gemaaltjes zijn we dat nu aan het maken. En als ik nou kijk naar bijvoorbeeld de landbouw, daar is dat nog nieuw. Als ik die drie bij elkaar zet, eten ze elkaars brood niet. Het zijn totaal branchevreemden, dus die kunnen open naar elkaar zijn, want er zijn geen concurrenten. Maar er zit wel, er speelt wel dezelfde techniek. Dan probeer ik het voor elkaar te krijgen dat die elkaar gaan kruisbestuiven. Als dat zo is, heb ik mijn toegevoegde waarde en heb ik die elektronica te kunnen gaan leveren. Ik hoop, en de meeste klanten zeggen dat wij meer zijn dan een toeleverancier. De klant is ook heel erg afhankelijk van ons. Wij blijven eigenaar van de ontwikkeling. De ontwikkeling wordt slecht of niet betaald. Dus wij hebben belang bij het slagen van het project. En de klant kan de elektronica ook alleen maar bij ons kopen, omdat wij door de ontwikkeling de exclusieve eigenaar zijn. Dat zorgt ervoor dat er heel erg veel vertrouwen moet zijn over en weer, want anders dan wil dat niet. Herman, welkom hier. Heel erg leuk om jou hier aan tafel te hebben. Dankjewel. Als ik jou zo beluister, dan is co-development eigenlijk wel een rode draad in het geheel. En hele nauwe samenwerking met jullie klanten. Ja. Kun je iets vertellen over hoe die samenwerking verloopt? Het is, de samenwerking is ongelooflijk hecht. Vaak is de relatie met de klant ook ontzettend oud. Die is er heel erg lang. We moeten elkaar aanvullen. Dus de klant heeft heel erg verstand van zijn machine of wat het dan ook maar is.
En wij hebben verstand van elektronica. Er gaat over het algemeen, zijn we niet met specificaties aan de weer. Interviewenderwijs komen we erachter wat er gemaakt moet worden. En we ontwikkelen dat. Dus ja, we zijn heel erg nauw met de klant aan het bedenken hoe het allemaal moet gaan werken. Maar wij moeten ook leren hoe de machine van de klant in elkaar zit. Want op het moment dat we dat niet weten, kunnen we ook de elektronica niet op maat snijden. Betekent ook dat jullie dan heel vroeg in het ontwikkelingsstadium betrokken worden? Vaak is de machine er al wel. Dat wel. Of er zijn ideeën. En de klant gaat, tenminste in het verleden, ging de klant vaak van conventionele elektronica, en dan praten we over relaistechniek, naar moderne elektronica. En dan moeten we het hele spoor gaan maken. En de software is daar een heel grote rol in. En qua ontwikkeling, want je zegt eigenlijk hebben we een stuk software en steeds meer zien we ook sensoren en ook die verbondenheid met internet of de eindklant. Omdat we maatwerk maken, proberen we zoveel mogelijk dingen met elkaar te integreren. Dus we proberen de elektronica en de sensoren en de connectiviteit, dus eventueel, dat tegenwoordig speelt dat een steeds grotere rol, het allemaal één geheel te laten maken. Ik wil eigenlijk de elektronica laten versmelten met het voertuig. Dat is een beetje het ultieme wat we nastreven. En kun je een voorbeeld noemen van zo'n traject? Je noemt dan bijvoorbeeld de ondergrondse vuilcontainer. Is dat we zijn met ondergrondse vuilcontainers zijn we al een hele tijd bezig. En daarmee worden de ondergrondse vuilcontainers, er is veel meer elektronica in dan ook mensen zich realiseren. We kunnen tegenwoordig meten hoe vol de ondergrondse vuilcontainer is. Dat wordt doorgegeven naar de server van de klant. Daar gaat dus heel veel data heen en weer. En dat betekent dat de vuilophaler alleen nog maar op zijn navigatiesysteem het pijltje hoeft te volgen en dan automatisch bij volle bakken uitkomt. Vroeger werden er zoveel mogelijk bakken opgehaald en het liefst haalden ze lege bakken op, want dan had je wel een factuur, maar geen stortkosten. Dus dat zijn dingen die er totaal veranderd zijn. Ja, dat heeft dus ook impact voor het businessmodel van zo'n klant eigenlijk. Dat heeft absoluut invloed op het businessmodel. Ja. En denk je daar ook in mee of hebben jullie daar ook gesprekken over? Ik probeer dat heel erg. Ik leer bij de ene klant leer ik dingen en ik zie dan mogelijkheid bij een andere klant. En meestal is de relatie met de klant wel zodanig dat we in staat zijn om gevraagd en ongevraagd oplossingen te bieden en met de klant mee te denken. Dat lukt niet altijd. En zeker als het invloed heeft op het commerciële proces van de klant, is dat vaak moeilijk. Terwijl de techniek er vaak al wel geschikt voor is. Nog even teruggaan naar dat samenwerkingstraject met de klant. Hoe gaat dat in de praktijk? Zitten dan ook mensen van jullie en van de klant bij elkaar? Ja, die zitten heel vaak bij elkaar. Ik stap er meestal tussenuit. Bij de allereerste gesprekken zit ik er meestal bij om met de klant te kijken van wat wil de klant nou eigenlijk? Gaat dit met elkaar passen? Op het moment dat er eenmaal ontwikkeld wordt, stap ik er zoveel mogelijk tussenuit. En dan wil ik dat eigenlijk de ontwikkelaars van de klant en onze ontwikkelaars zo rechtstreeks mogelijk contact met elkaar hebben. En dat betekent dat de elektronische jongens bij ons ook meekijken met schokbrekers of onder een mesdirecteur liggen. Dat hoort er allemaal bij. Dat maakt denk ik het werk van onze ontwikkelaars ook afwisselend en leuk. Ja, je noemde al even schokbrekers. Nu weet ik dat er een klant van jou hier ook aanwezig is. Ja. We hebben in ons midden een van de co-developers, Tractive Suspension uit Kuik. Tom Glazenmakers, welkom. Jullie hebben samen in co-development, ja, dat lijkt een schokbreker, ontwikkeld. Maar hij zal wel een beetje anders zijn dan de gewone. Het is inderdaad een schokdemper, maar dan elektronisch regelbaar. Deze regelt in milliseconden de demping. Van heel hard tot heel zacht, afhankelijk van sensor input. Maar de gewone schokbreker die in mijn auto zit, kan dat niet? Afhankelijk van de auto. Ja, Volvo. Waarschijnlijk heeft hij wel een knopje dat je een sportstand kan kiezen. Dat is een vrij simpele reactie die van een comfortabele stand naar een sportstand gaat. Dit gaat veel verder. Dit gaat continu regelbaar in milliseconden. Hey, en stel ik zit daarop en deze zit eronder als schokbreker. En laten we zeggen, er steekt een konijn over en ik moet remmen. Wat dan? Mocht het gebeuren, dan moet hij dus remmen. En dan heeft zo'n motorfiets de neiging om te duiken. En bij het duiken kan hij ook gaan stuiteren en zijn grip verliezen. En leidt tot een ongeluk. Of proberen het konijn te ontwijken en rare rolbeweging te krijgen. In de motorfiets zit een sensor die meet dat dit gebeurt. Geeft het door aan de control unit. En 6 milliseconden later is die demper bijgeregeld. De demper zit hier en hier vooraan. En die zorgt ervoor dat het geheel gewoon veel stabieler blijft.
Dus dan ga ik niet over de kop? Dat hangt af van je rijstijl. Je gaat in ieder geval minder snel over de kop, ja. Ja. Dus het is echt een veiligheidsmerkmal. Deze zitten in motors. Zitten die ook in auto's? Wij maken dit soort van producten voor auto's, voor snowmobielen, voor campers, voor motorfietsen. Okay. Mag ik dan even vragen, Herman, wat is dan jullie bijdrage geweest in deze ontwikkeling? Nou, ze hebben elkaar hier ook een beetje mee leren kennen. En Tractive heeft woest veel verstand van schokbrekers. Maar elektronica is er weinig handiger in. En dit is wel een hele mooie samenwerking. Ik weet nog dat helemaal in het begin, toen waren we bezig en toen hadden wij net een versnellingssensor, dat is een heel klein zwart blokje, toegepast bij een andere klant. En toen zei ik tegen Tom van, joh, zullen we er niet een versnellingssensor op zetten? Toen zei hij, wat kost dat ding? Ik zei, nou ja, een euro, weet ik veel. En hij zei, doe maar. Nou, en dat is, ze zijn er achteraf wel blij mee geweest dat hij erop zit. Want het maakt nu een heel groot deel uit van het regelproces. Maar we zijn echt samen bezig. Er hebben heel wat ontwikkeluren hebben we bij Tractive. Naast schoktafels en triltafels en weet ik veel wat gestaan om het te optimaliseren. Er is een ontzettende bak software in. En de elektronica moest ook heel erg snel kunnen reageren om het allemaal bij te kunnen houden. En waar zit hier nou de connectivity precies in? Nou, die begint met smartphone. Dus wij bellen met de schokdemper via de controle. En die neemt ook aan? Die, als het goed is wel, ja. En die praat ook terug, dus dat scheelt. Wij kunnen met de smartphone communiceren met het programma, zeg maar, met de control unit. Mm-hmm. Verder smart, wij gebruiken alle mogelijke sensorinformatie die al in het voertuig aanwezig is. Wordt allemaal gekoppeld aan de control unit van de DataPros. Dus dat is heel smart, hè? Als je zelf geen dingen toevoegt, maar gebruikt wat er al is, alle data. En daarop verder nemen we ook van de schokdemper zelf ook data terug, om te kijken of die helemaal goed functioneert. Herman, we hebben de ondergrondse vuilcontainers als even als voorbeeld genoemd, om dus een beetje aan te raken van waar zit al die connectiviteit. Nou, de schokdempers was er één. De gemalen kwam nog voorbij in het filmpje. Ja, we zijn nu bezig met een bedrijf in de Sneek. En die hebben heel veel gemaaltjes staan. Dat zijn over het algemeen rioleringsgemaaltjes. En je ziet ze wel langs de weg en als het heel erg hard geregend heeft, brandt er een rood lampje. Nou, dat willen ze op afstand weten, want op het moment dat die dingen niet meer afgewaterd worden, dan wordt het toch een bende zo hier en daar in een wijk. Want dan loopt het rioleringswater over straat. Gebeurt dat nu nog niet op afstand? Op afstand niet, nee. Dat zijn dan toch mensen die gaan bellen. Er wordt wel wat gecommuniceerd over het lichtnet, maar met de komst van heel veel zonnepanelen wil dat niet meer zo goed, want die storen op de communicatie die over het lichtnet gaat. Dus vandaar dat ze dat op een andere manier willen gaan doen. En nu ook doen. Een ander voorbeeld daarvan is dat er in dijklichamen wordt gemeten, tenminste dat is op dit moment een pilot, wordt er gemeten hoe hoog het grondwaterniveau in het dijklichaam zit. Dat heeft te maken met de sterkte van de dijk. Dat is de verzadiging van de dijk. En daar kunnen we op afstand gaan meten, tenminste zijn we nu ook mee bezig, daar kunnen we op afstand gaan meten hoe de waterverzadiging in het dijk is. En als we dat op afstand kunnen gaan zien, kunnen we ook op afstand pompen aangezet. En dat kunnen ze ook automatisch doen. Zodanig dat de dijk wat ontwaterd wordt op het moment dat het eng begint te worden. Nou, dat zijn allemaal dingen die allemaal op afstand gaan. Het gaat allemaal over servers. Je kunt het ook op internet volgen als je daar toegang toe hebt. Vraagt het om andere expertise in jouw bedrijf van de medewerkers? Ja. Ja, hoewel de serverfunctionaliteit steeds over het algemeen de toegevoegde waarde van de klant is, zie je wel dat waar we vroeger heel erg met elektronica bezig waren, de verschuiving naar software toch echt wel aanwezig is. Dus er komt steeds meer functionaliteit in software te zitten. Dus je hebt steeds meer software mensen nodig om de elektronica in de benen te houden. Dus zelfs de meest simpele dingen zijn de processor in, dus er zit software in. En is dat ook iets wat je dan binnen je eigen bedrijf wil opbouwen of zoek je daar ook in samenwerking met software? Over het algemeen, wij proberen wel heel erg veel zelf te doen. Dat is een beetje eigenwijsheid misschien, maar we proberen wel heel erg veel zelf te doen. Dus het is niet zo dat we niet leveranciers hebben die ook kennis toevoegen, maar we proberen wel heel erg veel de integratie en het hele circus in huis te hebben. We hebben het over connectivity, we hebben het over tal van platforms die je moet gebruiken om dat tot stand te brengen. Het bekende internet, wifi, maar natuurlijk ook 3G, 4G. Maar nieuw is natuurlijk ook in dit verband LoRa.
Gert, misschien kun je, je hebt iets meegenomen. Misschien kun je ons even op tafel laten zien wat dat precies is. Ja, graag. Ik heb, om het uit te leggen, even twee sensoren meegebracht. Deze twee knopjes, dat is een afstandssensor. Ik heb hier ook een vochtsensor meegebracht, wat aan een snoertje zit. De sensoren die kopen wij als component in. Dan de functionaliteit vanuit deze sensoren over LoRa, dat bouwen we zelf. Onder andere zo'n printplaatje met een koperdraadje wat een antenne is. We hadden het al eerder over ondergrondse vuilnisbakken. Dit is ons model om ook bovengrondse vuilnisbakken te monitoren. Dus dit gaat in de vuilnisbak. Je moet je voorstellen, hier heb je de vuilopening, dus hier gooi je het gewoon in, dat zakt in de bak. En hij meet gewoon de afstand, dus de vullingsgraad. En dat betekent dus dat je hem niet voortdurend, dat je hem pas leegt als hij het aangeeft? Ja, je kunt er meerdere dingen mee doen. Uiteraard dat, zoals dat ook bij de ondergrondse vuilnisbak gebeurt. Maar wat ook vaak nodig is, dat is managementinformatie. Want er staan bepaalde afvalbakken die veel te snel vol zijn. En er zijn ook afvalbakken die eigenlijk bijna altijd leeg blijven. Dan wil je ze graag herpositioneren. Maar dan weet je, moet je wel eerst inzichtelijk hebben welke afvalbakken zijn nu snel vol en welke niet. Dus daarvoor hebben we dan die magneten aangebracht. Dus je kunt hem dan even tijdelijk in een bak klikken. Zo. En dan kun je een week zo'n bak monitoren en dan kun je hem daarna weer verplaatsen. Maar als het voor een permanente oplossing is om ook het leeg aan te sturen, dan monteer je hem gewoon vast in de bak. Dit werkt op LoRa. Ja. Waarin verschilt LoRa van de andere netwerken? LoRa gaat over een radiofrequentie. Dus met LoRa bedenken we heel vaak oplossingen daar waar geen wifi of internet voorhanden is en ook geen stroomvoorziening. En LoRa hebben we in Apeldoorn geloof ik helemaal, hè? Want, maar niet in Nederland, meen ik. Nee, naar Bern en Zurich heeft Apeldoorn de grootste LoRa-dekking van heel Europa. In Drenthe is er ook een heel groot dekkend netwerk, maar we zijn nog dit aan het uitbreiden in de rest van Nederland. Hey, en als we kijken naar de mogelijkheden van LoRa, als ik even kijk naar wat jullie doen, Herman, is dit iets waar jullie gebruik van zouden kunnen maken? Voor ons is dit iets waar de klant voor kiest. Wij kunnen het met een gewoon conventioneel modem doen en we kunnen het via LoRa doen. En het is vaak de klant of de eindgebruiker zelfs, dan praat ik over een gemeente of over een provincie of zo, die kiest voor een netwerk. En, dus ik kan LoRa bieden, ik kan ook wat anders bieden. Het is voor ons een kwestie van een ander component op de printplaat zetten. En zou het nou handig, kijk, Apeldoorn heeft het, hè? Drenthe loopt ook voorop. Is het nou handig als we dat in heel Nederland zouden hebben? Zou dat jullie business ook helpen? Er zijn klanten die willen alle twee hebben, afhankelijk van wat de klant vraagt. Het heeft voordelen en heeft nadelen, LoRa. Wat zijn de voor- en nadelen dan? De voordelen zijn dat het heel zuinig is met energie. De moduletjes zijn niet te duur. De nadelen zijn, de bandbreedte is heel beperkt, dus je kunt heel weinig data eroverheen halen. En het zou storingsgevoelig kunnen zijn omdat het een vrije band is. Dus iedereen kan daar op diezelfde band vrij zenden en dan kun je last van elkaar krijgen. Dat stukje storingsgevoeligheid wat er eventueel nog in zit, dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Dus hele kritische processen die moet je niet via dit LoRa-systeem gaan doen. Maar als je een prullenbak monitort en wij kunnen gewoon instellen op wens van de klant hoe vaak je dat signaal door wil krijgen, dan is het niet zo heel erg of er een keer een signaaltje tussenuit valt. Dus er zijn nu al heel veel oplossingen waar die storingsgevoeligheid geen probleem is. Maar er zijn absoluut ook situaties waar het wel een probleem is en dan moet je het dus nog niet inzetten. Als je kijkt naar jullie job, jullie richten jullie heel erg op mobiele software. Maar ik hoor ook wel voorbeelden van toch net wat andere sectoren. Zie je daar een ontwikkeling in de toekomst komen? Ik vind het allerbelangrijkste is dat wij dicht bij onze eigen technologie blijven. En of er nou wielen onder zitten of niet, vind ik niet zo heel erg belangrijk. Dat de praktijk leert dat dat vaak zo is, omdat we daar wat bekendheid hebben. Maar als wij de technologie die we daarvoor nodig hebben in een niet-mobiele toepassing kunnen gebruiken, dan is dat prima. En dat gebeurt ook wel. Alleen ja, de praktijk is wel dat het vaak voertuigen zijn wat van de ene klant komt, soms de andere. Dat is daar zo. Maar het gaat met name om welke technologie kunnen wij toepassen. En als we maar dicht bij ons kennisniveau blijven.
Ja, de toepassing maakt er niet zo heel erg veel uit. Oké. Herman, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Tot zover deze aflevering van het Smart Café met als thema connectiviteit. In de volgende aflevering gaan we op bezoek bij Nena Koldenhoven in Eerbeek. Een innovatieve niche-speler in de papierindustrie. Graag zien we jullie dan terug.